Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag is een hele speciale dag. Want Ella en ik hebben namelijk 11 maanden al een relatie. En eigenlijk kennen we elkaar al veel langer. We gaan denk ik bijna al 2 jaar met elkaar. Maar vandaag is het echt 11 maanden officieel dat we een relatie hebben, jongens. En dat is een speciale dag. Dus ik ga zo even bloemen voor Ella kopen. En we gaan vanavond gezellig uit eten. Maar eerst ga ik weer even richting Amsterdam, richting Stefan. Want wij gaan eventjes gezellig chillen en even een TikTok opnemen. En jongens, het is echt bizar. We staan gewoon nog steeds in de top 50. Ik weet niet of dat momenteel ook nog is, maar het is vandaag maandag. En momenteel staan we op nummer 18. Ik weet niet wanneer deze video precies online komt. Misschien dat we al dan eruit zijn, misschien dan zijn we gestegen. Maar dat maakt allemaal niet uit. Blijf hem vooral lekker doorstreamen. Link staat in de beschrijving. En hopelijk komen we nog hoger in de top 50 staan. En dat zou echt bizar zijn, jongens. Ik weet niet of jullie het goed zien, jongens, maar ik heb echt een hele slechte huid de laatste tijd. Kijk, hier. Hier 2 puisten, ik weet niet wat ik hier heb. Hier heb ik een of andere streep. Ik heb geen idee hoe het komt. Maar ja, ik heb meestal echt nooit puisten. Daarom is het een beetje gek. Maar goed, hè? Er is niks aan te doen. We zijn aangekomen bij dit jongetje. Ik ben jongetje. Hallo jongetje. Hallo, ben je aangekomen? Ja, lekker. Ik vind het wel echt lief dat je me wil helpen. Ik zou er maar even 2 nemen als ik jou was, man. Waarom? Is het een hint dat ik uit mijn mond stink? Nee, vandaag is een hele speciale dag voor mij, hè? Weet je dat? Ik heb namelijk 11 maanden een relatie. Ja joh! Ja joh! Weet je dat? Ja, dat weet ik ook nog niet. Ik moet nog eventjes checken welke van de 3 is. Oh! Je weet niet eens. Wij gaan al hoe lang? 5... Wat is er? Oh, ik heb zeg maar een witte duik. Ja. Dat is mijn Mattie. Die chillt hier altijd zeg maar voor met Remetje. En ik heb dus zo'n bakje. Kijk, daar zit hij, daar zit hij, daar zit hij. Ik heb zeg maar nu een bakje hier zo met vogelvoer omgehangen. En hij past er dus eigenlijk niet in, want het is voor kleine vogels. En dan gaat hij erop zitten en dan hoor je zo boem, wat een knal tegen het raam. En dan hoor je zo tegen het raam. Vet hard geluid. Dus het is best wel irritant eigenlijk. Heb je een naam voor hem? Nee. Geef hem eens een naam. Nu is het een naamloze duif, dat is toch zielig? Duifje. Druifduifje. Duifje. Ik vind hem gewoon cute. Ik heb het gevoel dat hij zeg maar geen duivenvrienden heeft omdat hij wit is. Hij heeft hier een vriend staan, een kip. Oh, zo. Hey. Paasheidje. Dat is wat je uitleg eigenlijk. Maar goed, Stefan die gaat mij eventjes helpen. Wij gaan namelijk een TikTok opnemen, want hij staat gewoon op nummer 18. Bizar, hè? Ja, dat is fucking vet. Bizar, hè? Ja, echt vet, ja. Straks word ik opeens een zieke artiest. Gast, dat ben je al. En een streamende nummer nou, want dan moet er nummer fucking 1. Ga je dan mee naar mijn shows? Ja. Ja? Ja, ook naar mijne? Ja? Ik heb een keer bij jouw show ook opgetreden, weet ik nog, met aubergine. Oh ja, dat is ook zo. Stering grappig was dat. Ik was toevallig je nummers even aan het checken vandaag. En ik vind, dit is eigenlijk mijn favoriet, denk ik. Ja? Ik vind deze het leukst. Wel gek, die heeft de minste streams. Ja. Wat ik zeg, ik ben een beetje underground. Mooi. Nou, wij gaan even lekker TikToks maken. Hoeveel streams heeft hij nu eigenlijk? Hoeveel? Hoeveel streams heeft hij nu? 400. 30. Hey, dat is echt veel. Ja, dat is echt veel. Bizar, jongens. Blijf hem streamen. Kijk eens eventjes wat ik hier heb, jongens. Een bosje bloemen voor Ella. Met Valentijnsdag wilde ik ook bloemen voor haar gaan halen. Alleen toen, toen was ik allemaal te laat. En alle bloemenwinkels waren toen al dicht. Maar deze keer, omdat we 11 maanden samen zijn, heb ik een mooi bosje bloemen voor haar gehaald. Dus ik weet zeker dat ze hier blij mee gaat zijn. Dus ik moet nu wel snel de auto in. Want volgens mij is er file en zo. En anders kom ik te laat. En dat wil ik niet. Dus ik ga de auto in. We gaan trouwens eten op het strand bij Hippievis. En het was heel leuk, ik kreeg een mailtje van hun. Het is een strandpaviljoen, zeg maar. Strandtent gewoon. En ze waren weer open en ik kreeg een mailtje van: hey, zou je het leuk vinden om gratis te komen eten bij ons? Omdat we weer open zijn net, om het te vieren. Ik zei: weet je wat? We doen het! We doen het! En toen had ik toevallig ook gewoon gereserveerd. Ik zag een paar datums staan en een paar tijden. Heel veel was al volgeboekt, behalve 6 maart. Nou, hey. En het komt gewoon perfect uit. Bosje bloemen, lekker uit eten. Ik denk dat Ella heel erg blij gaat zijn. Nu hopen dat er geen file staat voor de rest allemaal. Want dat zou niet zo chill zijn. Ja, het is wel echt chill dat als je dan op het strand gaat eten, dat het dan lekker weer is, jongens. En gelukkig schijnt het zonne... Ja, het regent. Dat is niet ideaal of zo. En ik sta in de file. Verdomme. Hallo meneer met de mooie bloemen. Kijk eens wat ik heb. Dankjewel.
Omdat jij de Valentijnsdag niet had, hè? Nou. 11 maanden samen, El. Ja, bijna Godzie, een jaar. Godzidorie, oh. Houden we het nog steeds met elkaar vol? Wacht even hoor, want ik vergeet. Zoals altijd. Jouw slussel. Nee, mijn telefoon. Kom op. Maar 11 maanden, jeetje zeg. Ja. Dag mama van Ella. Het is echt fantastisch weer om daar lekker naar het strand te gaan. Lekker op het strand te eten. Echt top timing. Maar dat gaat de pret niet bederven. Nee, we zitten toch binnen. Ben je blij? Ik heb buiten gereserveerd. Ik heb buiten gereserveerd. Op het strand. Ja. 1 tafeltje. Ik ben heel blij met de bloemen. Goed zo. Echt super lief. Ik had al gezegd dat ik met Valentijnsdag dus inderdaad geen bloemen kon halen meer voor je. Dat toen de bloemist dicht was en ik had me niet goed voorbereid. En dat je dat niet zo leuk vond. Nou, waarom zeg je dat nou? Hoezo? Je vond het toch niet leuk dat je bloemen kreeg? Dat is toch niks raars aan? Nee, maar dan denken mensen toch weer dat ik hartstikke kutwijf ben. Hoezo denken mensen dat je kutwijf? Ik zeg gewoon, je vond het jammer dat je geen bloemen kreeg. Elk meisje vindt het leuk om bloemen te krijgen, toch? Dat is toch helemaal niks raars aan? Ja. Nee. Echt niet raar hoor. We zijn aangekomen op het strand, maar kijk dit. Ik heb gewoon de hele tijd zonder tank gereden. Ik kom er nu pas achter. Straks komen we niet meer terug. Nee, dit is wel een tankstation hier in de buurt. Ik zet hem snel uit. Ik heb het helemaal niet doorgehad. Ik heb voor mijn gevoel ik heb ik ook... Ik moet erop letten, want je altijd als ik in jouw auto zit, dan heb je echt nog maar 12 of 10 kilometer. Helemaal niet. Ja, dat is wel waar. Maar goed, ik ga even een paraplu pakken, want volgens mij hebben we er eentje achter in de achterbak. Dus blijf maar even zitten. Bye. Komt u maar, mevrouw. Yay. Oké, hou jij maar vast. Ik pak wel even mijn jas ook. Oh, wat een pest weer, jongens. Nee, mijn paraplu. El. Lopen! Jeetje. Dit is echt. Dit weer! Oh. Nou, ik ga even... Ja, ga jij mij verrennen? Ik moet de auto nog op slot doen. Oké, top! Oh, wat een weer, hé. Oh, kijk, daar zijn we. Ik zei nog wel tegen El. Het is ook weer juist leuk dat het nu aan het regenen is. Het voelt lekker knus, zo op het strand met die leuke belichting en zo. Dit is veel beter. Lekker warm binnen. Kijk even het weer buiten, jongens. Ik vind dat het wel gezellig maakt. Dus dat is leuk. Nou, jongens, kijk. Vanavond gaan we echt niet drinken. Proost. El? Ik drink niet. Doe nou, kom. Hey, proost. Op 11 maanden. We hebben er nog één te goed, hè? Wat? 1 maand te goed en dan is mijn tijd afgelopen. Ja, je hebt een jaarcontract. Ja. Moeten we even kijken of je nog wordt verlengd. Hoe sta ik ervoor? Ik moet zeggen, je hebt veel kans dat hij wordt verlengd. Yes. Maar je weet het maar nooit, hè? Ik moet ook even een nieuw contract laten maken bij de advocaat en zo. En ik moet nog tekenen. Ja, dat is ook waar, Ja. Nou, lekker jongens, wijntje erbij. En we krijgen ze lekker eten, heerlijk. Kijk eens even hoe lekker, een hele plateau met vis. Nee, het ziet er echt heel lekker uit, jongens. Och. Nou, eet smakelijk. Ik kan mossel eten, want dat heb ik dus echt... Hoe eet je dat? Nou, gewoon de mossel eruit pakken. En ik kan hem nu gewoon eten? Je kan hem nu gewoon eten, maar je wordt wel heel ziek. Nee, ja, doe even. Anders doen ze toch niet op je bord. Zeker? Ja. Dankjewel. Ah, lekker. Ja. Maar ik had wel ooit mossels gegeten. Ik vond ze heel lekker, maar ik had ze nooit meer gegeten. Ja, ik vind mossels ook echt lekker, jongens. Is dit een peper, dat zou ik niet opeten. En het hoofdgerecht, jongens. Een lekkere buffet. Woe! Nou, El, eet smakelijk. Wat keek je er nu? Nee, ik zat te kijken. Wat is het allemaal wat erbij ligt? Mais, tomaatjes, aubergine, nee, courgette. Wat is nou eigenlijk het verschil tussen medium en medium rare? Het is geen domme vraag hoor, ik weet het gewoon niet. Medium rare is iets, zeg maar, rozeger. Rare is, zeg maar, rauw. Oh, dat ik dat moet eten. Ja, medium rare is, zeg maar, wat rozeger. Het is vast lekker. Zo, jongens. We zijn weer bij de auto. We hebben heerlijk gegeten. Oh. Alleen het weer zat een beetje tegen, maar gelukkig zaten we lekker warm binnen.
Nou trouwens, het was al een beetje koud. Wat wil je met deze? Doe maar even een achterbak. Nee. Doe nou even een achterbak gewoon. Maar... Luien! Pas op. Jezus. Niet zo schrikken. Alsof ik echt zou wegrijden. Oh jongens, ik was weer vergeten, maar ik moet nog steeds tanken. 3 streepjes. Dat is niet best. Het is gelukt jongens. We hebben het gehaald. Gelukkig. Ik was nog even bang dat je niet kon pinnen, dat je alleen naar binnen kon betalen. Maar je kon niet gewoon pinnen dus. Stop. Geen stress meer. Je bent echt zo'n servant dude, homo. Ja, ik vind het heel fijn. Doe ze normaal. Wat is de planning? Even wachten hoor. Ella die gaat mijn huid verzorgen en ik krijg zelf bruine ogen. Ja, ik denk dat Vin zei het altijd zo over zijn pukkels. Nee, dus altijd zo over pukkels. Ik zei alleen toevallig vandaag, omdat ik heb nooit pukkels namelijk. Nee, maar je hebt wel echt vies vet gegeten de hele week. Ja? Hele weekend. Zeker. Ik krijg dus ook zelf bruine. Ik weet niet of dat handig is. Stefan die heeft een keer zelf bruine gedaan, toen was hele snor oranje. Ja, maar en jij hebt geen snor en geen... blonde snor. Maar wordt het dan niet heel bruin? En als je dit nu allemaal op gaat smeren, heeft zelf bijna toch geen zin? Jawel, dat doen we later. Oh. Ja. Maar dit wordt toch niet heel lelijk? Vind je mij nu lelijk? Ik heb het gisteren ook gedaan. Ik vind het ook heel, heel spannend. Oh nee. Oh nee. Maar hoe lang blijft het erop zitten? Ja, gewoon, als je, het ligt een beetje aan als je gezicht veel wast en zo. Dus vind als de camera uit is. I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Nou, ik weet nog niet of het werkt gelijk. Ik heb wel allemaal rode plekken hier. Nou, misschien ben ik wel iets bruiner, toch? Ik vind je wel wat bruiner hoor. Wat een mooie bloemen zeg, hé. Wow. Maar goed jongens, het is tijd om lekker naar huis te gaan. Het is 9:30, ik ga lekker naar huis. Ik ga lekker eventjes een serietje kijken, ik ga even lekker douchen. En dat was hem weer. Zo jongens, daar zijn we weer, maar wat een weer, hé. Het regent echt keihard. Maar gelukkig zijn we nu thuis. Lekker de garage in, heerlijk. Dat blijft wel echt zo lekker. Ik zei het laatst volgens mij ook wel een keer, dat zeg maar een garage hebben is zo nice. Dat je zeg maar nu niet door de regen naar je... nog zeg maar dat je je auto moet parkeren en dat je nog door de regen moet rennen naar de ingang en je sleutel moet pakken. Nee, nu ben je binnen, lekker warm. Wat een luxe, jongens. Wat een luxe. Dames en heren, jongens en meisjes, bedankt voor het kijken naar deze video. Dat was hem weer. Ella was hartstikke blij met de bloemen. Dus was je nou ook blij dat ik Ella bloemen heb gegeven? Laat dan even een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan zie ik je de volgende keer bij een nieuwe video. Later!